Goedemorgen. Ik heb op mijn rechterkant van het scherm heb ik het leerboek gezet. En die kan je terugvinden in Microsoft Teams onder het vakje WMCP. En aan de linkerkant heb ik FluidSim geopend en daar heb ik een voorbeeldtekening gemaakt. En dan ga ik even laten zien van hoe je dat zo voor elkaar krijgt. De PDF van het boek is een beetje vreemd. Want de opdrachten zitten helemaal achterin. Dat is op zich niet zo heel vreemd. Alleen ze zitten in een gekke volgorde. En dan is ook nog de achterkant van het boek staat deel 1. Dus dat klopt niet. Moet er nog een keer uit. Deze opdracht hebben we in de les gedaan. Hoef je voor mij niet nog een keer te maken. Deze opdracht hebben we ook nog in de les gedaan. Hoef je ook niet te maken. Wat ik wil dat je voor volgende week af hebt is EP1. Volgens mij hebben we die in de les hebben we die ook gedaan. Maar die gaan we nu in FluidSim tekenen. Inclusief vragen. En we gaan opdracht EP2 doen. En die hebben een groot gedeelte van jullie ook al in de les gemaakt. Die gaan we dus ook even in FluidSim afmaken. En dan kan je de vragen. En vraag 1 was weggevallen, dus die kan je skippen. En verwerk je daar de vraag in. Nou, hoe krijg je dat in FluidSim voor elkaar? Ik heb hier een voorbeeldtekening gemaakt. Volgens mij is dit niet het grootste probleem in slindertje neerzetten. En als je erop dubbelklikt, dan kreeg je die actuating labels. En dan kon je A0 en A1 geven. De start en het eind opgeven van de slag. En deze manier ook. En op die manier kon je die eindstandmelders aangeven. 5-2 ventiel is op zich ook geen hogere wiskunde. En dit is het elektrisch schema wat we gaan tekenen. Je hebt het symbool van de relais heb je geleerd. Dat is deze. K1. En die kan je terugvinden bij Electrical Control. En dan moet ik altijd eventjes zoeken. Deze is van de kleppen. En dan had ik hem netjes klaargezet, maar dus ik kan hem even niet terugvinden. Daar komt hij. Ik ga deze gewoon even overtekenen en dan kun je zien wat ik gedaan heb. En dan kun je kijken of het een beetje gaat lukken. Als eerste heb je een spanning nodig. 24 volt en je hebt een 0 volt heb je nodig. En dan pak ik het relais er eventjes bij. Dit was het symbool van de relais. Met de A1 en de A2. Ik heb 1 cilinder. En die worden aangestuurd met die magneetkleppen. Dus die pak ik er ook even tussen. Dat is deze. En dat is die. En dan moet ik een startschakelaar hebben. Dat is gewoon een drukknop. En je kent dan dit symbool. Dus dan heb ik die klaar. En dan kunnen we die alvast aan de min verbinden. Die aan de min. Nou, gevast. Even kijken, dan heb ik hier een switch nodig. Een maakcontact. Dat is die. En dan heb ik hier nog een maakcontact nodig van het relay. En dan heb ik nog 1 signaalgever nodig. En dat is die. En ik ga je nog verbinden. Ga vast, vriend. En op deze manier heb ik mijn elektrisch schema getekend. Alleen is nu de vraag van hoe krijg ik nu dit gekoppeld aan het elektrisch schema zodat die gaat werken. Want op het moment dat ik nu op simulatie klik, dan kan ik hier op de startknop drukken. En dan zie ik dat mijn eerste schema gewoon nu al werkt. En als ik op mijn tweede schema klik, dan gaat deze werken, maar hier gebeurt nog niks. Dus ik moet die labels, die moet ik ook nog koppelen aan aan mijn ventielen. Hoe doe je dat? Als ik hier op het hoekje ga staan, dan wordt het vakje wordt groen. En als ik op dubbel klik, dan heb ik alle A-min ingevuld. De rechterkant was de retourslag. En als ik aan de linkerkant ga staan, dan dubbel klik op het groene rondje en dan typ ik daar A plus in. Nou, ik weet dat deze moet A plus heten, dus dubbel klik ik erop. En dan typ ik bij identificatie A plus in.
En deze. Hij geeft de melding van hij bestaat al, maar dat klopt omdat ik mijn andere tekening ook heb. Deze is Amin. Dus die hoort nou bij die en die hoort nu bij die. Ik kan iets meer inzoomen. Gaan kijken of dat lukt. Zo beter? Dus ik heb dat, deze heb ik gekoppeld aan, aan dit ventiel en die heb ik gekoppeld aan, aan die kant. Startknop gemaakt. Oké, mooi. Nou moet ik aangeven dat dit relay die heet K1. En dit is een contact van dit relay. Dus als ik op hierop klik. Omdat ik hem al gemaakt heb, staat hij er al in. Hij staat er nu dubbel in. Laat ik hem de tweede nemen. Oké. Dus dit contact is nu gekoppeld aan dit relay. Dus als dit relay bekrachtigd wordt, dan wordt dat contact wordt er gemaakt. Nou, dan weet je dat je bij die cilinder nog twee van die eindstandmelders hebt. En dat zijn gewoon twee schakelaars. En dus in dit geval is dat deze. Dan moet ik zeggen van dat jij nog even A0 bent. Dit is een switch met rol. En dit is A0. Oké. Je ziet dat het symbool ook verandert. Hè? Je weet dat als de cilinder in ruststand staat, dat die schakelaar dan ingedrukt is. En Fluid Sim laat het dan zien op deze manier. Dat die dan ingedrukt is. Nou, dan raad je het misschien al. De laatste is dan is A1. There you go. Dan zie je dat symbool niet helemaal kloppen, deze. En dan moet ik tegen Fluent zeggen dat je een schakelaar met rol bent, rol bedient. Dus op zich, nu zou die moeten kloppen. En dan moet ik even kijken of die nu alle twee tegelijk werkt. Ja, oké, ik denk dat die het nu wel doet. Als ik nu op de startknop druk. En dan zie je dat die gaat werken. Op het moment dat ik op startknop druk, wordt het relay bekrachtigd. Op het moment dat het relay bekrachtigd wordt, deze schakelaar ingezet. A0 is ingedrukt omdat hij in zijn ruststand staat. Die cilinder krijgt lucht toegevoerd omdat deze ook bekrachtigd wordt. En op het moment dat hij in zijn werkstand staat, gaat deze knop in en dan geeft hij het retoursignaal. Nog één keer. Je ziet, het gaat een beetje snel. Dus en dat is hoe je dat voor elkaar krijgt. En volgens mij heb je nu voldoende informatie om de eerste twee opdrachten te gaan maken.